Beste mensen, wat fijn dat ik jullie vanuit deze plek welkom mag heten op deze informatieve dag. En mooi dat het ook zo kan via de digitale snelweg. Welkom in Overijssel en welkom bij deze bijeenkomst over informatiebeheer en archivering. En wat had ik jullie graag persoonlijk willen ontvangen in ons mooie provinciehuis in Zwolle. En wat had ik jullie daar graag gesproken over de thema's die vandaag op de agenda staan. De beeldverbinding is natuurlijk mooi, maar het haalt het niet bij echt persoonlijk contact. Informatie- en archiefbeheer volg ik vanuit mijn portefeuille kwaliteit openbaar bestuur en het interbestuurlijk toezicht. En ik ben daarom bij voorbaat al erg benieuwd naar de uitkomsten van vandaag. Want jullie werk raakt ons hele doen en laten als overheid en doet er dus toe. Toen corona zich vorig jaar aandiende, hadden we niet kunnen bedenken wat voor een ontwrichtende uitwerking dit virus zou hebben op ons dagelijks leven en op de wereld in zijn geheel. En corona heeft ons laten zien hoe kwetsbaar we zijn als mensheid op deze prachtige aarde. Corona heeft ook veel leed gebracht, maar er zijn ook enkele lichtpuntjes. Zo heeft corona er bijvoorbeeld ook voor gezorgd dat er een enorme versnelling van de digitalisering tot stand is gekomen. Zowel in overheidsland als daarbuiten. En met bewondering en respect heb ik gekeken hoe hard jullie er allemaal aan hebben gewerkt. En hoe goed het eigenlijk is gelukt om het werk door te laten gaan. Iedereen had me waarschijnlijk voor gek verklaard als ik vorig jaar januari zou hebben gezegd, over een jaar werken we met z'n allen thuis. Of als ik had gezegd dat u eigen kinderen onderwijs zou moeten geven omdat ze niet naar school konden. Enfin, u kent de voorbeelden. Corona heeft ons met de neus op de feiten gedrukt en laat ons vragen stellen over hoe we ons leven hebben ingericht en hoe we met de aarde en met elkaar omgaan. En ook jullie hebben veel te verstouwen gehad het afgelopen jaar, want naast het versneld voor elkaar krijgen van een thuiswerkomgeving moesten extra maatregelen worden genomen voor het garanderen van de werking en de veiligheid van systemen en de juiste opslag van gegevens voor later. En wat te denken van al die vergaderfaciliteiten zoals Zoom, Teams, Google Hangouts, Jitsi en noem maar op. Het risico van wildgroei en ondemocratische besluitvorming ligt natuurlijk op de loer. Nooit eerder zijn er zo snel wetten in het land tot stand gekomen als in deze periode. En jullie hebben er met z'n allen voor gezorgd dat uitwassen zich niet of nauwelijks hebben voorgedaan. En laten we daarom ook oog hebben voor de verworvenheden uit deze periode en die zo goed mogelijk vasthouden. Veel, heel veel ging goed. Maar helaas werden we in onze provincie ook geconfronteerd met de donkere kant van het werken in de cyberspace. De collega's van de gemeente Hof van Twente weten waar ik het over heb. Wat een drama als criminelen toegang weten te krijgen tot je systemen en vervolgens veel zo niet alles onklaar maken. Voor jullie als specialisten moet dit een gruwel zijn, omdat je zo je best hebt gedaan juist dit soort vervelende situaties te voorkomen. Digitalisering brengt ons veel moois en goeds, maar we moeten ons tegelijkertijd ook steeds sterker wapenen tegen misbruik en misstanden. Vandaag gaan jullie het hebben over enkele vraagstukken op het gebied van kwaliteitszorg, veranderende wetgeving en informatiebeheer in een cloudomgeving en bij social media. Wat mij betreft zeer relevante onderwerpen, waarbij voortdurend vragen voor een goede aanpak aan de orde zijn. Jammer genoeg is er niet één oplossing. Dat ze mooi zijn, maar is niet de werkelijkheid. Het is en blijft een zoektocht naar methodes die werken en telkens stapje vooruitlopen op kwaadwillenden die ook steeds slimmer worden. Ik hoop dat jullie dat daar vandaag ook weer met elkaar enkele stappen in kunnen zetten, zodat het informatiebeheer in Overijssel weer een stukje beter en veiliger kan worden. Ik wens jullie een zeer inspirerende en vruchtbare bijeenkomst toe.